We zijn hier in het project Bewust Wonen Werken Bosveld. Ik woon hier inmiddels ruim 4 jaar, met heel veel plezier. Sinds ruim 1 jaar zijn we erachter gekomen dat we al eigenlijk langere tijd onder de rook van een flinke vervuiler leven. Namelijk de asfaltcentrale. We roken dat eigenlijk al die jaren al wel. We hebben dat ook altijd gemeld bij de omgevingsdiensten. Maar kregen altijd te horen dat er niks aan de hand was. Ik ben eigenlijk al ruim 1 jaar bezig om te zorgen dat de gemeente zijn werk gaat doen. Zij moeten gaan handhaven. Zij moeten zorgen dat de fabriek zich aan de normen gaat houden. Benaderbaarheid is gewoon bij de Bosse Groene heel laagdrempelig. Heel snel reactie, goede ondersteuning, goede tips hoe je dat als burger kan aanpakken. Dat is voor ons heel erg fijn geweest, want daardoor hebben we vrij snel echt wel grote stappen kunnen maken en het verschil kunnen maken. We hebben onmiddellijk geprobeerd om die fabriek stil te leggen. Je zag eigenlijk dat de economische belangen toch een beetje boven het burgerbelang kwam, zeg maar. En ik vind het heel belangrijk dat juist de gekozen volksvertegenwoordigers, de gemeenteraad, er is voor burgers. Ik denk dat het zeker niet zo snel was gegaan als wij als burgers niet aan de bel hadden getrokken. Op dit moment ligt de centrale stil, vindt er revisie plaats. Maar of ze binnen de norm gaan komen, daar ben ik nog twijfelachtig over. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat de gemeente er is voor burgers. En samen met burgers zoekt naar oplossingen. Zo zijn de Bosse Groene. Wat speelt er in de stad? Wij helpen graag mensen met problemen. We agenderen het actief in de raad. Half maart, stem de Bosse Groene als je wil dat de burgers meer betrokken worden bij plannenmakerij, bij de stad, het rijlen en zeilen in je wijk of buurt. Kies voor de Bosse Groene, want wij willen het juist heel graag samen doen. Kies voor de burger, kies voor de Bosse Groene.